Hey, hallo iedereen. We zijn er weer. Het is komende zondag nieuwe maan, dus tijd voor een nieuwe video. Dat is 5 mei 2019, exact om 0:47 in het teken stier. Dus we hebben zowel zon als maan in stier. En ja, dat is een heel aardende energie. Het is ook een periode waarin we het gevoel hebben dat er weinig lijkt te bewegen. Nu, eigenlijk is dat ook een beetje zo. De energie op dit moment is redelijk stroef, is heel aards. En we worden meer naar dat aardse stukje getrokken, vooral het fysieke stukje. Ook alles wat te maken heeft met comfort, gemak, naar materie, het financiële, onze carrière. Hoe we ons voelen in ons lichaam, hoe we ons tonen naar buiten toe. En het is iets wat ik ook al heb besproken via mijn Facebookpagina de afgelopen week. Alles draait op dit moment om kracht. De kracht die jij zelf voelt, het geluk vooral dat je voelt in jezelf. En ja, dat je dat geluk vooral niet meer laat afhangen van dingen buiten jezelf. Want sinds afgelopen week is er een iets zwaardere energie aanwezig, in de algemene energie dan vooral. Een beetje een moedeloze energie, iets wat ons een beetje naar beneden trekt. Het kan jou ook een beetje een lusteloos gevoel geven. En fysiek kunnen we dit ook enorm voelen, hè? Zeker met de energie van de nieuwe maan. In onze spieren, in onze gewrichten, hè, kunnen we een beetje die stijfheid voelen. Dat inderdaad ook, hè, dat we fysiek voelen dat we heel moeilijk kunnen bewegen. Dat alles een beetje stroef verloopt. En ons lichaam wil ons eigenlijk vooral bewust maken van onszelf, van wat we voelen en wat we nog vasthouden in onszelf. Dus met deze nieuwe maan is het echt wel belangrijk om ervoor te zorgen dat je je fysiek goed voelt. De spanningen die je eigenlijk voelt, komen uit de algemene energie. Omdat toch wel velen zich nog niet bewust zijn van het feit, hè, dat er zoveel verandert, dat er zoveel verschuivingen zijn. En ja, het is eigenlijk een beetje de kunst om voldoende naar binnen te gaan. Je af en toe een beetje af te sluiten, een momentje te creëren voor jezelf, zodanig dat je voldoende met je eigen energie in contact komt. Want heel veel van wat wij voelen, en zeker de hooggevoeligen onder ons, ja, komt uit de algemene energie. Omdat velen toch nog altijd bepaalde spanningen vasthouden, zich vasthouden aan dingen buiten zichzelf. En heel veel gevoelens worden toch nog onderdrukt. Dus het depressieve gevoel dat veel mensen toch nog in zich dragen, het gevoel dat heel veel mensen toch nog hebben weten te onderdrukken door zich te concentreren inderdaad op dingen buiten zichzelf. En dat begint nu stilaan naar boven te komen. En dat is hetgene wat nu eigenlijk belangrijk is. En wat maakt jou gelukkig? Voel het even diep binnenin jezelf. En misschien voel je je niet 100% gelukkig, maar dan is het ook oké als je het durft te voelen, als je het durft te accepteren dat het niet 100% perfect is. Dat je gewoon durft één te zijn met jezelf, hoe je je ook voelt, hè? Dan zorg je ook voor jezelf. Dus de vraag op dit moment is vooral, waar zoek jij je geluk? Kan je je op jezelf focussen en diep binnenin jezelf gaan voelen? Want iedereen heeft, hè, een basisgeluk, hè? We worden eigenlijk gelukkig geboren. Dus dat geluk zit diep binnenin ons. Alleen, hè, is het vaak. Dat zit ergens verscholen. En we leren om het geluk buiten onszelf te zoeken. Door relaties aan te gaan en iets op te bouwen. En dat kan ons inderdaad helpen om te groeien en ons te ontwikkelen en dingen te leren. Want het is wel belangrijk dat we helemaal tot onszelf komen. En vanuit ons eigen geluk, vanuit dat evenwichtige gevoel binnenin onszelf, dat we van daaruit dingen gaan creëren in ons eigen leven. Dat we niet meer afhankelijk zijn van
anderen, van dingen buiten onszelf. Dus dat is een beetje de vraag, hè? Ben jij nog steeds afhankelijk van wat er rondom jou gebeurt? Hè? Heb jij nog altijd dingen rondom jou of mensen rondom jou waarvan je zegt, ah, dat maakt mij gelukkig of die persoon maakt mij gelukkig? Dan is het even de tijd om daar bij stil te staan en te gaan kijken of vooral voelen diep binnenin jezelf. Of je je eigen geluk ook kan voelen. Dus belangrijk is dat je af en toe een beetje kan afzonderen, dat je vooral naar binnen kan gaan. En dat je durft te voelen wat je voelt, wat het ook is. Hè? Dat je gewoon tot jezelf komt. Dus voel die kracht, de onafhankelijkheid die je in je hebt. Hè? Het niet afhankelijk zijn van bepaalde dingen of bepaalde mensen. Dus dat alles wat je voelt, dat er gewoon mag zijn. Dat is de belangrijkste boodschap bij deze nieuwe maan. En ja, ook al is het niet altijd even positief, hè, als je accepteert wat je voelt. En zo ook tegen jezelf kan zeggen dat je er mag zijn, dat het oké is. Want dat is toch eigenlijk een beetje geluk, als je tegen jezelf kan zeggen van oké, het is goed, ik mag er zijn. Alles wat ik voel is oké. En als je daar een bepaalde rust in vindt, voor mij is dat toch wel geluk. Ja, dus voel die kracht, voel datgene wat je in je hebt. En ja, het is op dit moment niet de meest ideale energie om relaties aan te gaan. Ik hoop daar na het weekend ook nog even een aparte video over te maken, over de karmische stukken. Niet alleen relaties, maar ook de karmische stukken in ons leven, want daar is heel veel alweer in aan het gebeuren. Dus ga zeker stevig gronden, hè? Want het is niet echt de goede tijd om echt die diepere relaties aan te gaan. Dus blijf heel fijn bij jezelf. Ga stevig gronden. Het is een heel aardende energie, dus zal jou zeker ondersteunen. Dus laat jou niet te veel afleiden. Hè? Relaties die vooral op materie en gemak en uiterlijk zijn gebaseerd, zullen de komende weken toch wel onder spanning komen te staan. Daarover later meer. Want ja, dan heb ik het echt over de karmische stukjes. Maar om echt te weten wie je bent en waar dat je behoefte aan hebt op dit moment, kan je het beste zoveel mogelijk bij jezelf blijven. En als je voelt dat je met anderen kan omgaan, dat het niet iets is wat je echt nodig hebt, maar gewoon omdat het fijn is en omdat je nadien gewoon lekker terug in jouw eigen energie kan komen, dan heb je eigenlijk al heel veel bereikt. Dan hoef je ook niet anders voor te doen dan je bent. Om niet alleen te zijn bijvoorbeeld, of om je zin te krijgen, of omdat je toch een bepaalde leegte probeert in te vullen. En dat is nu echt het thema. Waar zit jouw kracht? Geloof jij in jezelf en kan je je onafhankelijk opstellen van, ten opzichte van de ander? Want dat ga je ook merken in die karmische stukjes, wil ik jullie toch wel even meegeven. En of die relaties die vooral gebaseerd zijn op belangen, hè, waar er een bepaalde uitwisseling is. Hè, maar waar bijvoorbeeld in een relatie twee mensen iets missen in hun leven en dat proberen te zoeken bij de ander. En dan ga je merken dat niet meer werkt. Kracht is echt bij jezelf blijven. Durven bij jezelf te blijven. En je zo open mogelijk in het leven te bewegen. En je zo open mogelijk te bewegen. Door het leven te gaan. Zonder je te hechten. Zonder je vast te klampen aan iets of iemand. Nu, voor mij kracht, ik heb hier een aantal thema's opgeschreven. Kracht, onder andere, en ook keuzes maken. En net omdat we het gevoel hebben dat alles nu zo traag gaat, hè, dat die aardse energie enorm aanwezig is, gaan we ook steeds meer het gevoel hebben dat we iets moeten veranderen. Nu, het is heel belangrijk dat je bij jezelf gaat voelen waarom je iets wil veranderen.
Als je inderdaad niet gelukkig bent en je wil iets veranderen in jouw leven in de hoop dat dat jou wel gelukkig gaat maken, dan is dat niet helemaal een goede reden. Maar het kan wel zijn dat je veel dichter bij jezelf komt en dat je daardoor tot het besef komt, hè, dat je je bewust wordt van bepaalde zaken en dat je van daaruit dingen wil gaan veranderen. Nu, in dat stukje valt mij vooral op dat we voor onszelf duidelijk mogen uitmaken wat we willen en wat we niet meer willen. Dus het lijkt alsof we niet meer tussen twee dingen in kunnen blijven zitten. Of dat de situaties waar we al langer aan twijfelen, dingen waar we al langer aan twijfelen, dat we daar een keuze in moeten maken. Het is het een of het andere. Hè? We kunnen niet meer beide hebben. In de eerste plaats natuurlijk vooral voor onszelf kiezen en onszelf op de eerste plaats zetten. En ja, we kunnen ja, inderdaad die leegtes niet meer invullen of laten invullen door anderen of dingen buiten onszelf. Ik denk dat ik dat hier toch wel al een paar keer heb gezegd. Maar ik vind het zo belangrijk, omdat er is echt op dit moment een heel duidelijk verschil in de energie. Het hangt er enorm vanaf waar jij je bevindt in je proces en wat je de afgelopen maanden hebt verwezenlijkt voor jezelf. En inderdaad ook welke keuzes je hebt gemaakt voor jezelf. En daarom dat ik het ook misschien een beetje moeilijk had bij deze video van wat ga ik nu exact vertellen, wat is nu belangrijk. Want ik kreeg echt wel twee duidelijk verschillende stukken te zien. Heel veel mensen worden een beetje naar beneden getrokken door die algemene energie. Maar zijn zich enorm bewust van wat ze willen. Van hun eigen kracht dus inderdaad. En van het feit dat er nog veel meer mogelijk is. En die groep mensen zal de komende tijd gewoon mogen een beetje afwachten, kijken wat er gebeurt, tot die stroevere energie wat wegzakt. En zich vooral focussen op het fysieke en je gewoon goed voelen in jezelf. De dingen doen die je een goed gevoel geven. En je mag gerust wat meer aandacht gaan besteden aan je uiterlijk bijvoorbeeld, of aan dingen die je gewoon leuk vindt. En dan is er een andere groep mensen die zich nog niet helemaal bewust is. Hè? Die vooral nog dat ongelukkige gevoel toch wel, dat misschien iets depressievere gevoel, dat zit heel diep binnenin en dat komt steeds meer naar boven. En dat zorgt ervoor dat die mensen hebben gekozen intussen al en nog steeds blijven kiezen voor bepaalde relaties of situaties. Dingen die hen een beter gevoel geven, maar dat is iets heel tijdelijk. En die aardse energie brengt hen nu echt wel echt naar de basis. Van wie ben jij nu werkelijk? Wat voel jij daar diep binnenin, in je buik, bij je basis? Wie ben jij? Op welke manier ben jij geaard? Of ben je effectief wel geaard? Want eigenlijk als je afhankelijk bent van dingen rondom jou, dan ben je eigenlijk net niet geaard. Dan ben je niet gecenterd. En het is een kwestie van keuzes maken daarin. Van te gaan voelen van wat heb ik nodig. En van misschien te durven toegeven dat je niet zo lekker voelt. En dat dat ook wel oké is. Want dan kan je de volgende stap zetten. Dan kan je echt gaan voelen van wat heb ik wel nodig. We kunnen de liefde ook niet langer buiten onszelf zoeken. Op dat vlak zitten we in een enorme verschuiving. Liefde heeft voor mij de laatste maanden een nog diepere betekenis gekregen. In die zin dat we op een punt zijn gekomen dat liefde en dan vooral de verliefdheid en dergelijke ons nog weinig brengt. Als het echt wel gaat om ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en dergelijke. En nu met deze, die stierenergie is gewoon belangrijk om je goed te voelen in je lichaam. Dat je je goed voelt bij jezelf zowel fysiek als emotioneel. Dat je alles kan toelaten. Dat je ook ruimte maakt voor jezelf.
Dat je ruimte maakt voor je lichaam en alles wat je voelt. En ik wil er toch nog graag eens de nadruk op leggen dat we onze kracht mogen voelen. Dat we op zoek mogen gaan naar onze kracht. Van waar zit onze kracht? Wat maakt ons krachtig? Wat geeft ons dat stevige gevoel? En dat we mogen geloven in onszelf. Ook al betekent dat dat we er misschien even alleen voor staan. Want als we ons bewust worden van onszelf, ons bewust worden van onze kracht en wat we in ons hebben, ja, dan gaan we automatisch de verschillen voelen met anderen. En dan komen we even in een eenzame periode terecht. En ja, ook al betekent dat dan dat je er even alleen voor staat of dat je dat eenzame gevoel wat hebt. Hè? Dat we kunnen dan ook weinig zin hebben om ons te verbinden met anderen. Dat we een beetje die teleurstelling voelen. Hè? Dat we zo lang ons hebben begeven in bepaalde situaties. Maar het is dan net dat je kracht zal voelen. Dat je gaat voelen dat jij dit kan. Vanuit jezelf. Ook trouwens je fysieke kracht voelen. Hè? Want vele fysieke klachten die we de afgelopen tijd hebben gehad, vooral de afgelopen week, hè, kwamen voort uit dingen waar we nog aan gehecht waren. Dus loslaten is ook kracht. Durven gaan voor jezelf is ook kracht. En ja, gaan voor jezelf en misschien zelfs alleen jezelf. Een beetje uit gezonde egoïsme. Ja? Geluk is iets wat we enkel en alleen van binnen in onszelf kunnen verwezenlijken. Dus wat wil jij? Durf jij je eigen weg te gaan? Durf jij je eigen keuzes te maken? Durf je datgene te doorbreken wat eigenlijk niet goed voelt? Ja? Want diep binnen in onszelf zitten alle antwoorden. Hè? Dat is een heel gekende uitspraak en dat is dus ook effectief zo. Meestal weten we al veel langer dat bepaalde zaken niet werken of dat bepaalde dingen maar tijdelijk zijn. Maar toch blijven we daarin meegaan. Hè? Proberen we onszelf een beetje voor te liegen van ja, we zien wel wat er gebeurt of hè, dingen kunnen wel keren. Maar eigenlijk weten we heel diep binnen in onszelf wat we willen. En het is een kracht, het is een beetje een uitdaging om te zeggen van oké, dit voelt niet goed, dus ik stap hieruit. Ik durf daar mee te breken. Maar zoals ik daarnet al heb gezegd, weet wel waarom je iets verandert. Want vaak veranderen we iets hè, in de hoop wel gelukkig te zijn of het geluk elders te vinden. Terwijl alles wat binnenin jou zit, dat draag je gewoon mee. In een nieuwe relatie, in een nieuwe situatie, naar een nieuwe job. Dus zorg dat je eerst dat stukje in jezelf oplost, aanpakt of nog maar accepteert. En dan ga je een stukje gelukkiger voelen met jezelf. Dus als het iets is wat het beste in jou naar boven kan halen, als je kiest voor iets vanuit het gevoel dat je je volledig voelt gewoon bij jezelf, hè, dat je volledig bent, dat je je compleet voelt, ga er dan gewoon voor. Maar als je nog iets mist, als je nog een beetje die leegte voelt, als je nog wat down voelt, hè, zeker in die lagen die wat dieper zitten, als je daar nog eigenlijk nog wat down voelt, eigenlijk is dat jouw basis, jouw fundering. We bouwen laagjes. Hè, en heel veel mensen zitten nog in een soort van depressieve stemming in die basislagen. En het is heel erg belangrijk dat we durven diep binnen in onszelf gaan voelen. En dat we niet aan die oppervlakte blijven. En daar die kleine dingetjes plaatsen die ons dan tijdelijk gelukkig maken of ons een goed gevoel geven. Dat je durft wat dieper te gaan. Want eens dat je die basislagen, en daarom werk ik zo graag met de cueballs, omdat die basislagen, en zeker die blauwe cueball, waar ik toch wel graag eens ook een lichtcirkel mee zou willen organiseren. Om echt op die diepere lagen te gaan werken. Van wat zit daar bij jou nog vast? Wat mag daar volledig gecleared worden, wat mag daar volledig loskomen? Dat je die
gevoelens die je zoveel jaren al met jou meedraagt. Hè? Ja, wat je misschien ook hebt meegekregen van thuis of in jouw opvoeding. Dat je dat definitief gaat loslaten. Dat is trouwens waarom die torenenergie weer, vanuit de tarot, die torenenergie zo enorm aanwezig was de afgelopen weken. Omdat dat de energie is die onze basis gaat losschudden. En al die dingen die we niet meer nodig hebben, die eigenlijk niet meer bij ons passen, die ons niet meer kunnen ondersteunen, dat we die definitief kunnen loslaten. Dat is eigenlijk wat die energie doet. Dus ja, als je nog wat down voelt, neem dan eerst de tijd om helemaal bij jezelf te komen, vooraleer je kiest voor verandering. Dus nu voor deze nieuwe maan, deze stierenergie toch wel. Hè? Wat heb jij rondom jou? Wat hoort er bij jou? Hoe voelt alles aan rondom jou? Hè? Hoe voelt jouw omgeving aan? En in hoeverre is dit een illusie als het gaat om geluk en een goed gevoel hebben? En in hoeverre steunt of ondersteunt jouw omgeving jou in je zijn, in je kunnen? Dit is een hele aardse energie, hè? Dus werk, financiën, relaties, hè, materie, uiterlijk. In hoeverre is het iets wat je hebt gekozen vanuit je geluk? Of in hoeverre heb je hiervoor gekozen in de hoop gelukkig te zijn of vooral gelukkiger te zijn? Hè? Dat is vooral waar het op neerkomt. Dit moment. Ik heb de indruk dat heel veel mensen dat wel gaan voelen. Van oké, ik ben altijd wel gelukkig geweest in mijn situatie. Ik heb trouwens deze kaart voor mij. Het is een kaart van understanding. En dit is, ik vind dit een heel mooie kaart en ik leg ze ook graag uit. En dit vogeltje is geboren in een kooi. Hè? Het vogeltje is ook echt wel gewend aan die omgeving. Is ook gewend aan die tralies. En dat is ook het enige wat hij heeft gekend. Tot het moment dat hij soortgenootjes buiten de kooi ziet. En ook merkt dat deurtje open staat. Dus we kunnen... dan kan hij kiezen voor vrijheid of beseffen dat er veel meer is dan die gekende omgeving waar die al jaren in heeft geleefd. En dat is het thema wat ik voor deze nieuwe maan kreeg. We kunnen zo gewend zijn geraakt aan een bepaalde situatie. Of we kunnen ons zo hebben aangepast en gedacht hebben van oh, ik ben hier best wel gelukkig en ik ben best wel tevreden. En vooral vanuit het rationele stukje gekeken van wat heb ik nu rondom mij en heb ik gedacht van, oh, ik heb een fijn huis en ik heb wel een partner en ik heb wel een job, dus ik ben gelukkig. Maar als we dan durven verder te kijken en beseffen dat er nog veel meer is, en dan kom ik bij het volgende thema wat ik heb opgeschreven. Hè? Dat die overvloed, dat er zoveel mogelijk is voor ons. Dat we zo beseffen van, ja, ben ik echt wel gelukkig in deze situatie? Heb ik mijn geluk laten afhangen van al die dingen rondom mij? En voel ik dat binnenin? Misschien niet. Heb ik echt wel behoefte aan vrijheid? Om een bepaalde omgeving of een bepaalde situatie te verlaten. En ervoor te kiezen om nieuwe dingen te gaan ontdekken. En dat is een beetje de energie die op dit moment voor mij belangrijk is. Het is trouwens een waterkaart, emotie. Het is de schildknaap van bekers trouwens. Dus dat is nog een beetje een voorzichtige energie van zou ik of zou ik niet. Dus we voelen ergens wel dat we op bepaalde stukken nog vastzitten, dat we gekozen hebben voor dingen, in de hoop dat we inderdaad gelukkig zouden zijn. Maar stilaan beseffen van oei, nee, dit gaat uiteindelijk niet werken. We kunnen het nog enkele maanden volhouden. Maar uiteindelijk, er is veel meer. Er is veel meer, vooral om te voelen. Hè? Dit is een emotiekaart. We kunnen veel meer voelen. We kunnen veel dieper gaan voelen. We kunnen
Eigenlijk zijn heel veel mensen bang om effectief te gaan voelen. En dat is nu ook een van de thema's. Ik heb het daarnet al gezegd, ik heb de energie een beetje opgesplitst. Mensen die zich enorm bewust zijn, die gaan nu echt wel gewoon die kleine stapjes zetten. En op het moment zelf beslissen van, oké, hier heb ik nu behoefte aan. Daar geef ik mijn aandacht aan. En van daaruit verder gaan. Dat is vooral het evenwicht zoeken. Maar in het onbewuste stukje, dan kijk ik vooral deze kaart. En dan vooral met het feit dat mensen zich steeds meer bewust gaan worden, toch wel. Of gaan geconfronteerd worden met bepaalde situaties. Ja, waarin toch wel wordt duidelijk gemaakt van oké, dit is eigenlijk beperking. Dit is geen overvloed. Je kan het gevoel hebben dat je heel veel hebt. Dat je een heel mooi huis hebt en misschien wel leuke mensen rondom jou. Maar ja, het is buiten jezelf. Het zit niet in jou. Het is geen deel van jou. En dat je dan het eerder begint aan te voelen als een beperking. En niet als overvloed. Niet als iets wat jou vrijheid en ruimte geeft. Om gewoon te zijn. Ook fysiek trouwens. Ik denk dat heel veel mensen de komende weken, tussen de nieuwe en de komende volle maan, dat heel veel mensen heel veel spanningen gaan voelen. Droogte van de schouders en ook in het bekken. Gewoon omdat ons lichaam vraagt om ruimte, ook op dit moment. En het is ook een tijd van loslaten. Een van de gekendere stukjes. Maar eerder loslaten in de zin van, ik ga verder. Al die dingetjes die misschien mislukt zijn of die niet echt goed gelopen zijn of de dingen die vooral niet goed voelen, daar stap ik van weg. Ik ga op zoek naar meer. Hè? Echt wel wat deze kaart zegt. Maar dan vooral in het ontdekken van oké, ik voel dat er iets meer is. Ik weet niet echt wat het is. Maar in mijn gevoel wil ik gaan ontdekken wat daar meer is. Ik heb daar straks het thema liefde ook al eens aangehaald. Heel veel mensen gaan zich toch stilaan een beetje gaan bewust worden van een diepere vorm van liefde. En daar waar we heel vaak liefdesrelaties of romantische relaties, moet ik eigenlijk zeggen, en dat we romantische relaties zijn aangegaan en dat we dachten dat het liefde was. Dat we voelen dat er iets veel diepers zit. En dat hoeven niet altijd tweelingzielrelaties te zijn. Misschien wel zielscontacten of zielsconnecties. Maar dat je echt wel gaat voelen dat je kan laten raken door de ander. Op een heel goede manier. En dat niet wil zeggen dat je kwetsbaar opstelt. Misschien wel dat je kwetsbaar ergens mag zijn, maar dat die echte liefde of die pure liefde jou eigenlijk geen pijn zal doen. Dat je daar eigenlijk niet in gekwetst kan raken. Dat je net heel erg open kan opstellen en dat je gewoon jezelf kan zijn bij de ander. Dat je geen rol meer hoeft in te vullen. En dat het gewoon, dan ga je een beetje naar de eenvoud. Hè? Het gewoon liefhebben. En dat je daar eigenlijk je best niet voor hoeft te doen. Dus het loslaten van die stukken. Daar waar we blijkbaar toch net iets te veel ons best hebben gedaan om liefde te vinden of liefde te voelen. Dat we begrijpen dat het eigenlijk veel dichterbij was. En dat we er eigenlijk een beetje bang voor waren om ons gewoon open te stellen voor iets of voor iemand die ons op een heel diep niveau kan raken. En dat dat gewoon iets heel positiefs is. Dat dat net het omgekeerde is van dit. Eerder vrijheid. Net omdat we in verbinding staan met iets of iemand. Dat dat net vrijheid geeft en geen gebondenheid. Waar de meeste mensen nog altijd bang van zijn. Van een soort van bindingsangst. Dus ik zie in het bewuste stukje vooral dat mensen gaan
stap voor stap gaan ontdekken en gewoon ervaringen willen opdoen. En in het onbewuste stukje mensen die toch nog proberen inderdaad dat geluk buiten zichzelf te zoeken, dat die gaan geconfronteerd worden met eerder de lasten in bepaalde relaties, dat de ander toch nog altijd een bepaalde controle wil uitoefenen. Of toch nog de dingetjes wil gaan sturen. En dat echt begint te wegen. En vandaar ook de schouders en het bekken. Dat ons lichaam dat gaat voelen. Dat een iets zwaardere energie is waar we uit mogen stappen. En dat er inderdaad een vorm van overvloed is. Dat er veel, veel meer is. Dat we vooral mogen voelen. Dat we mogen gaan ervaren. Dus ik hoop dat ik jullie op deze manier toch wel wat meer heb kunnen vertellen. Of misschien een aantal dingetjes om over na te denken. Ik heb mij iets minder gefocust op het astrologische stukje. Ik zal een linkje plaatsen naar de video van Gregory Scott. Die geeft voor mij toch wel een heel mooi overzichtje van de energie. En hij doet dat puur aan de hand van de astrologie. Van hoe de planeten op dit moment staan. Dus dan kijk je maar onderaan deze video. Ik ga zo meteen toch nog even voor jullie de kaartjes erbij halen. Even kijken wat die ons te zeggen hebben over de energie op dit moment en vooral wat we daarmee kunnen doen. Dus tot zometeen voor het tweede deel.